reacties. Iedereen krijgt het. Maar er zijn ook een aantal influencers die erom vragen voor in een video. Zoals de YouTuber Ronald, die vroeg op Twitter of zijn kijkers hem wilden roosten. Het leek me zonder grap echt heel erg leuk om te zien wat kijkers echt over me denken. Maar de reacties waren zo gemeen dat Ronald nu enorm verdrietig is. Ik heb me nog nooit zo rot gevoeld. Deze reacties waren zo gemeen. Dus Ronald, ga je het nog uploaden? Zeker weten, 100%. Al die lieve reacties die nu in de comments komen, dat geeft me oprecht wel een enorme ego boost hoor. Dames en heren en ronde polletjes, wordt ook een ronde polletje. Abonneer op dit kanaal. Zoals jullie zien, ik zit. Dat is niet echt een goed iets, hè. Ik kan dit niet aan. Ik ben alleen staan gewend. Vandaag doen we eventjes wat anders dan normaal. Ik gooi er namelijk op Twitter. Go for it. En een fotootje erbij met erop. Roast me. Disclaimer. Deze video bevat dus heel veel roses van kijkers. En van mensen die me totaal niet volgen op Twitter. Ik ben niet bang voor jullie. Nee. Kom maar op. Welkom bij de Roast of Ronald. Geef mijn duimpje omhoog, want bij de 5000 likes krijgen jullie van mij 1 miljoen euro. Halloween is voorbij. Je kunt je poepplek op je hand nu wel weghalen hoor. Yeah. Dit zijn geen grappen, Nick Niele. Door deze opmerking kom jij niet bij Legends of Gaming. Helaas. Rooster! Voor de mensen die zich afvragen, waar heeft Nick Niele het over? Ze hebben het over dit. Mijn brandwond. Dit dingetje hier. Ik heb dit al zo vaak gezegd. Ik had dood kunnen zijn. Oh god. Zo te zien heeft de heer deze team me ook een tweet gestuurd. Ja, dan doet hij het wel, hè? Mij belachelijk maken? Dat doet hij wel. Maar uploaden? Nee! Ik ken kleuters met nog meer diploma's dan jij. Ik heb mijn middelbare school afgemaakt. Ik heb mijn A en B diploma. Geen C. Ik heb niet mijn veterstrik diploma. Ik heb maar 3 diploma's. Oh. Ik heb meer kleuters die uploaden dan jij, Timo. Rooster! Doe een duimpje omhoog als dat een goede roos was. Op dit moment zijn mensen zo erg gemeen tegen mij. Waaronder ook David van Dus David. Of David. Dus David Games. Dus David Craft. Combo Club. Heb je deze roosvideo zelf bedacht? Ja? Of moest je daar ook eerst toestemming voor vragen aan je manager? Ja, ik heb een manager. Het is een hele lieve vrouw. Alle content die ik upload bepaal ik zelf. Waaronder ook deze. En die vonden jullie allemaal leuk. De volgende komt van Lotte. Nah, too easy. Je bent gewoon bang, Lotte. Je bent gewoon bang. Kom maar op, Lotte. Verzin een goede roos dan. Ik ga jou roosten. Is te makkelijk. Is te makkelijk om jou uit de roos te lotten. Besef toch, gaat in Minecraft 2 wel zo'n grote flop. Zelfs de parodie van Fish was nog beter. Oh nee, dat kun je niet maken, Stijn. Dat kun je niet maken. Stijn maakt documentaires. Ja, met Ronald. Besef zo, gaat in Minecraft is beter dan je gemiddelde documentaire. Welke documentaire? Oh, kut. Over mijn woorden, ik ga happy peppy worden. Volgende persoon die mij gaat belachelijk maken, krijgt een goede roos terug. Je bent lelijk. Met een foto van mij. Nou Quinten, mijn kanaal is tenminste niet gestrikt door de Telegraaf. Zeg nooit meer dat ik lelijk ben. Laat achter in de reacties een compliment achter over mijn uiterlijk. Dankjewel. Oh god, is dit serieus? De volgende kan gewoon echt niet. Als je dit bedenkt, ik word zo boos. Je kunt te ver gaan. Ik hou van jou. Ik niet van jou. Jouw content is meer poep dan die vlek op je hand. Hij bedoelt deze vlek. Oh, hij heeft een tweet eronder geplaatst. Ik dacht dat ik origineel ging zijn met mijn poepvlek joke, maar hey. Het is nog altijd origineler dan jouw content. De volgende roos, ik weet niet of ik dat op een compliment kan zien op een roos. Het is van Kermit. Kermit de kikker? Hoe durf je, Kermit? Je edit veel te goed vergeleken met je views. Mijn views gaan goed! De laatste video's hebben we allemaal boven de 100.000. Neem dat terug. Hey Kermit, waarom maak je mij belachelijk? Maak jou belachelijk? Ja, je maakt me belachelijk. Fuck jou, bitch! Fuck jou! Maak een diss track dan! Oké, Kermit. Handschrift is net zo slecht als je content. Ik moet hem hierbij wel gelijk geven. Mijn handschrift hier is niet het beste. Nee! Doe een duimpje omhoog als mijn handschrift beter kan. Je kunt een roos echt hartstikke moeilijk maken. Super lastig. De lastigste roos die er is. Maar je kunt het ook veel makkelijker maken.
teringlaaier. 2019 was voor mij een goed jaar. Ik heb bijna de 700.000 abonnees gehaald. Ik mocht naar 4. Besef dat deze man zat te smeken om een uitnodiging tot 4. Dat is zeker waar en het is me ook nog gelukt. Het is deze jongen gelukt om met zijn kompie bij 4 te staan. Wat leuk dat jij er bent. Dankjewel man, dankjewel. Dat ik niet genomineerd was. 4, nodig me alsjeblieft weer uit. Gouden envelop dit jaar. Gouden envelop. Volgende doet me oprecht nu al pijn. Ik hoef je niet te rood, dat doet je hand al. Want die zegt al wat je bent. Een poepvlek, jongens! Besef, zo gaat het in Minecraft 2. Is net zo poep als je poepvlek. Nou, dankjewel, jongens. Geweldig dit. Support de creator Rikachu. Nee, support de creator Just Ronald. Gebruik het 100% zeker. Bijna de 1000 supporters. Word een nog grotere rondepolletje. Gebruik support de creator Just Ronald. Dankjewel. Je bent een goedkopere versie van PewDiePie. Ik zie dat als een compliment. Ik ben ook de Nederlandse PewDiePie en ik ben er trots op. 5 jaar na die opmerkingen ben ik er trots op. What? Maar hij heeft wel een vriendin. Oh. Scheer die rothaar op je lip weg. Bedoel je mijn rothaar op mijn foto? Ze zijn er nu weer af. Het is nu weer super glad. Maar bij de 20.000 likes laat ik een baard zetten tot aan mijn knieën. Hebben we een deal? We hebben een deal. De beste video die ooit op je kanaal komt is dat je stopt met YouTube. Besef, zo gaat in Minecraft 2. Sting nog meer dan die poepvlek op je hand. Jongens, ik kan dood kunnen zijn. Het is een roast. Ik vraag om zulke dingen. Jongens, haat niet op deze mensen. Het is allemaal een concert. Maar dat betekent niet dat je mijn gevoelens pijn kan doen als het gaat over mijn poepvlek. Oh my god, de volgende is zo lang. Als je echt zo goed kunt editen, edit dan je lelijke kutkop uit je video. Oké, dan doe ik dat toch wel. Dit heeft mijn gevoelens geraakt. Nu blij! Jullie willen niet weten hoe mijn gezicht er nu uitziet. Wat voor uitdrukking ik nu doe. Je neus is zo groot dat als een vrouw erop zit, ze een abortus krijgt. Nou, dankjewel daarvoor. Mijn neus valt best wel mee. Mijn kin daarentegen. Ja, dat is een ander probleem. Mijn neus? Nee. Jullie hebben mijn onzekerheid te pakken. Dit doe ik voor de titel. Dit doe ik voor de titel. Ik moest huilen door dit. Dankjewel voor de titel, Ballenbak Prak. Dankjewel. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het een leuke video? Smash dan zeker weten op een duimpje omhoog. En al deze mensen die mij hebben geroost. Geen haat naar hun natuurlijk. Dat is het concept van roosten. Vonden jullie het een leuke video? Smash op een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer van zulke video's. Niet zulke video's waar ik mezelf kapot laat maken emotioneel. Maar andere leuke video's. Ik ben bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace!